Hallo allemaal en welkom bij Ilse's Hobbykraam. Vandaag gaan we met deze collectie bezig, de Fairy Purple van Yvonne Creations. En het is een watercolor collectie. En het is met paars, maar ook met roze en een beetje blauw. Dus je kunt er alle kanten mee op. Dit is de paperback die erbij zit. Echt prachtige papiertjes. En voor mij ging nu eentje voorbij, deze met de beestjes. Dan hebben we hier een mooie blauwe. Dus je kunt hem ook heel goed op blauw papier doen. Dat is wel echt fantastisch. Ze hebben dus op de voorkant hebben ze een patroontje. En op de achterkant, of nee, dit is de voorkant. Op de voorkant hebben ze een watercolor en op de achterkant hebben ze een mooi design. Dus kun je zelf combineren wat je het mooiste vindt. En ze hebben ook hele mooie mallen erbij gemaakt. Deze bladeren. En er zitten ook besjes bij. Dus je kunt er een besjestak van maken. Maar deze bladeren kun je ook gebruiken voor de bloemen. Elke bloem die je natuurlijk in huis hebt. En deze is heel gaaf. Dit is een ronde doily. En hij stanst echt heel mooi. Er zit ook weer een cirkel in en je hebt allerlei verschillende lagen. Hier zie je goed duidelijk wat de lagen zijn. En deze heb je ook. Dat zijn mooie bloemen. En mooie bladeren erbij. En je kunt dan deze maken. Maar je kunt er ook voor kiezen om alles los te gebruiken. Of met elkaar. Maar daar moet je zelf weer mee spelen. We gaan vandaag wel een beetje ermee spelen. Maar een volgende keer gaan we er meer mee doen. En deze push-out vellen zijn er. Het zijn 3D knipvellen. Ook echt prachtig. Je hebt ze ook in knipvellen. Dus het is maar net wat je wil. En dit is heel leuk. Dit zijn elementen allemaal. Die kun je ook allemaal losknippen of uitdrukken. En dat is, ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk gedaan. Dus dat mogen ze voor mij vaker doen. Nou, dan gaan we beginnen met deze kaart. Ik zal even mijn tape erbij halen. Ik zit namelijk op een nieuwe locatie. Nee, ik zit gewoon in mijn huis, maar ik zit nu beneden. We hebben van het weekend hebben wij een bureau opgehaald. Die staat nu in de woonkamer. Nou, de basis gebruik je een lila kleur. Dat is kleur nummer 17 van de kaart Deco. En een basiskaart van gebroken wit van 13,5 bij 27 centimeter. Dus dan komt deze van 13 bij 13 komt erop. Nou, dan heb ik eventjes een stukje eruit gestanst, want we gaan zo meteen deze. Dus dat is de eerste. Ik zal de mal er even bij halen. Dat is de allereerste mal, dus de matmal. Die heb ik er alvast uitgehaald. Die ga je zo meteen helemaal niet meer zien als ik dat er alvast uithaal. En ik heb de randjes eventjes geponst met een hoekpons. Dan gaan we hem tapen. Dus daar waren we van het weekend even druk mee, want het is niet alleen een bureau ophalen, maar het moet ook ingericht worden. En dat is toch nog wel even een dingetje, want wat ga je allemaal... Het is gewoon een bureau, dus ik had de kast er al bij staan. Maar ja, je wil ook niet je hele hobbykamer naar beneden halen, hè? Dus je moet er wel een beetje om denken, wat haal ik allemaal naar beneden toe? Maar ik denk dat we daar wel goed uitkomen. En we moeten even kijken of deze, nou ja, filmsetting ook klopt. Qua licht lijkt het nu wel goed te zijn, maar het is ook een mooie zonnige dag. Dus ik weet het niet of het altijd mooi licht is. En anders moeten we kijken naar extra verlichting. Want ik heb achter mij heb ik de eettafellamp. Dus die zou ik lekker in de schaduw zitten. Daar heb je natuurlijk ook niks aan. Nou, ik heb ook, zoals jullie kunnen zien, een achtergrondvelletje gebruikt uit de paperpack. En hierin heb ik de cirkel die we zo meteen weer gebruiken alvast uitgestanst. Het scheelt gewoon ontzettend veel papier. Kijk, deze cirkel die komt hier uit. En daar zie je dus zo meteen echt niks meer van. Dan gaan we even kijken. Deze doen we zo. En je kunt hem natuurlijk met foam doen.
Maar als je dat doet, dan moet je dus wel alle stukjes die ik hier uitgestanst heb, kun je niet doen. Want die zie je dan als je hem omhoog doet en er net niet foam hebt op zitten. Zo moet je zelf even bepalen. Oh, ik vergeet helemaal eentje. Oh, oh, oh. Dit ziet er trouwens ook wel heel mooi uit, hè? Zo. Prachtig. Nee, ik heb hier nog een mat. Die kan wel op foam. Zien jullie dat? Deze zou niet kunnen, maar deze wel. Deze is echt heel groot. Dus we gaan hem lekker even in 3D doen. Pak ik eventjes wat foam. Maakt niet uit welke foam je hebt. Ik ben nog steeds aan het opmaken wat ik heb. Bedankt weer voor alle vind ik leuks en de nieuwe abonnees erbij. Dat vind ik echt super leuk. Ik denk dat ik ook maar eens eventjes een keertje een video moet opnemen met wie ik ben. Want ja, is misschien ook wel leuk om te weten. Dan kun je dan zelf op klikken of niet. Hè? Misschien wil je me wel kennen, misschien niet. Maar dat komt allemaal nog wel. Er komt binnenkort ook nog ander leuk nieuws aan. Maar dat komt ook binnenkort. Ja, ik vind dat altijd heel flauw als mensen dat zeggen. En nu zeg ik het zelf ook. Erg is dat, hè? Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Het is echt, ik ben er helemaal geweldig blij mee. Ik hoop jullie ook. Nou, kijk, doe ik die zo. En daar zie je dus dan niets meer van dat ik dat van dus er allemaal uitgestanst heb. Dus nu kan het wel. Kijk, bij die andere kon het niet, bij deze, omdat het, het is een iets kleinere. En door die gaten, of door die, ja, door dit uitgestanste, dan zie je misschien dat rondje en dat is niet mooi. Dus kijk, nou komt hij net even wat mooier omhoog. Ik vind toch dat matlaagje in die andere kleur, vind ik hem net wat, ja, wat rustiger maken. Deze komt dan weer hier. Zoals je dus kunt zien, ik vind het echt een geweldige collectie. Ik heb mijn vest erbij aangepast. Vind ik wel leuk soms. Dan denk ik, oh, ik kan ook alleen maar een vest doen in een bijpassend thema. Ik zou hier dus misschien in deze setting ook een live kunnen doen. Maar dan moet ik eerst even voor mijn telefoon een goede tripod kopen. Kijk, zo is hij ook wel natuurlijk helemaal prachtig. Het heeft niet veel nodig als je dit zo ziet. Dus ik heb ook gekozen om één bloemetje te doen. Nou, heb ik iets gedaan wat eigenlijk niet de bedoeling is volgens mij. Ik laat het wel even zien wat ik gedaan heb. Ik heb namelijk deze uitgestanst. Ja, dus die. En toen heb ik hem daarna geëmbost met die. Alleen, dan ging het bij deze grote, dus de grootste, ging het wel goed. Maar bij die kleinere, dus dit is de middelste en dat is de allerkleinste. Niet helemaal, want dan ging je hem uitsnijden. Dus ja, het kan wel. Het geeft wel een heel leuk effect, moet ik echt zeggen. Maar ik ga nog even ontdekken hoe ik dat het beste doen kan. Zien jullie dat? Het is wel echt. Ja, je krijgt een beetje dat emboss-effect. Maar zoals jullie kunnen zien, bij deze grote is het goed gegaan. Misschien is het ook op goed geluk. Dat weet ik nog niet. Daarvoor moet ik het nog iets vaker uitproberen. Maar ja, probeer het eens, zou ik zeggen. Want het is wel. Het geeft wel echt een heel leuk effect, dat embossing. Nou, hier doen we een beetje kit op. Die gaan we alvast hier doen. En deze. Dit is niet de goede. Zo te zien. Volgens mij moet ik deze hebben. Ja. Dat is het de bijpassende. En dan moet hij even omdraaien. Zo. En is dat dan leuk om dat allemaal los te hebben? Ja, dat is leuk. Doe gewoon een klein dotje. Een klein. Oeh. Zo. Dotje is te weinig. Iets groter dotje. Zo.
En dan hebben we daar een middelpunt. Alleen, ik weet nog niet of ik dan een wit middelpunt neem. Mini. Ik denk het wel. Laat hem wel net even eruit komen, hè? Ja, die doen we. Niet over nadenken meer. Gewoon plakken. Hebben jullie dat soms ook wel? Dat je hem gewoon moet plakken? Zo. Dit is een haartje. Meestal pak ik eerst mijn afbeelding, maar ik moet even gewoon kijken hoe ik hem net onder wil hebben. Een beetje los. Want daar komen de blaadjes weer onder. Misschien moeten we eerst alvast even de bladen gaan doen. Ik heb hiervoor kleur nummer 60. Dat is de Fern Green. Bladgroen, denk ik. Varengroen, sorry. En die ga ik met inkt op kleur brengen. En daar gebruik ik de Spring Green voor. Dat is allemaal van de Card Deco. En ik had hem dus al even vorige inkt om te kijken of het een mooie kleur is. Maar hij wordt dan echt net even... Hij komt wat meer tot leven, de kleur dan. Ik hou er sowieso heel erg van om toch het papier nog weer een beetje extra kleur te geven. Zo. Wat een lekker weertje hebben we de laatste dagen. Hè? Ik heb mijn schapenvachten op het gras neergelegd vanochtend. Ik kreeg echt de voorjaarskriebels van het schoonmaken. Turk is nu bij Beppe en Paken. Dat is mijn zoontje. En toen hij weg was, heb ik eerst gestofzogen onder en boven. De was opgeruimd, was opgehangen. Gewoon eventjes lekker alles aan kant. Ik denk, dan ga ik 's middags bezig. Ja, dan heb ik mijn hoofd ook gewoon, ja, al die tabbladen, zeg maar, die staan uit dan. Ik weet niet of jij dat ook fijn vindt als je kaarten maakt, dat alles dan wel een beetje aan kant moet. Het hoeft niet perfect hoor, zo zijn we niet, maar... Het is wel fijn als het allemaal weer een beetje netjes is. Het was de laatste tijd best bij ons wel even een klein chaos. Maar dat hoort er ook bij. Zo, laatste blaadje. Ik weet niet of ik ze allemaal ga gebruiken, maar ik heb alle bladeren één keer uitgestanst. En dan gaan we het zien of het... En ik vond het nu fijner om het zelf even aan te dippen. Normaal gesproken gebruik ik mijn sponsdalber ervoor, maar met deze bladeren, omdat ze allemaal wat fijn zijn, dacht ik, nou, dan ga ik ze even zelf aanzetten. En dan ga ik ze een beetje vormgeven met mijn vingers. Dus ik leg gewoon het blaadje hierop. Maak ze eventjes... Druk ze lichtelijk in het midden, zeg maar, naar elkaar toe. Zie? Dan komt er nog weer een beetje meer effect in. Zo. Dit kun je ook met een... pincet doen, een beetje knijpen, maar nou, deze ga ik niet doen. Dan komt mijn vinger niet tussen. Zo. En zo krijg je dus heel makkelijk toch een beetje een ander effect in je blad. Zo. We kunnen ook deze er nog weer op doen. Nee. Dus kun je heel veel spelen met die bloemen. Dat heb ik dus niet gedaan. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook even de goede pakken. Gebroken wit. Op die lila doen.
Kijk hoor, zo moet hij. Zo. Is ook heel mooi, maar ik vond om een beetje rust te creëren, vond ik die paarse mooier. En zo kun je dus heel veel spelen met deze bloemen. En ik denk dat jullie ondertussen wel weten dat ik gek op bloemen ben. Ik ben ook heel benieuwd hoe ik het van het zomer ga doen, want ik ben best wel veel in de tuin bezig. En soms zien mijn handen er echt geweldig mooi uit. Dus misschien dan toch maar nagellak op. Maar dat zien we van het zomer allemaal wel. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En dan dacht ik, doen we deze bladeren bij het bloemetje. Daar horen dus eigenlijk andere bladeren bij, maar ik vond, omdat ik eentje doe, vond ik het wel leuk om hier gewoon deze bij te pakken. Ik ga ook zeker nog wel een bloem maken met die andere. Dus echt een losstaande bloem. Maar dat is voor de toekomst. En wie weet kom ik er wel nooit aan toe, maar zoals het nu lijkt en in mijn hoofd heb, wil ik dat. Nou, kijk, zo. En dan gaan we gewoon wat bloemen onder het plaatje steken. Nou, dit is toch echt een hele mooie mal. Het is, ik ben wel gek op doilies. Deze is wel heel gaaf. En de tekst die zou ik dan hier doen, maar dat doe ik dus nu nog niet. Want ik weet gewoon nog niet voor wie deze kaart is. Dus dan kan ik het dan nog later altijd nog aanvullen. Het is natuurlijk, ik doe even een stukje eraf. Zo heb je altijd een kaart op voorraad. Als het, nou, stel je voor, iemand heeft een zware operatie en moet sterkte wensen. Nou, dan kan dit ook. Het is een hele fleurige, kleurrijke kaart. Maar toch ook wel subtiel. Dus als je iemand sterkte moet wensen, zou het ook kunnen als deze persoon hiervan houdt. Voor mij zou deze kaart echt helemaal perfect zijn. Het is zacht roze met paars. Ja, dat is gewoon echt helemaal mijn tint. Dus ja, deze kaart kan voor allerlei gelegenheden. Dus daarom laat ik hem even open. Ik zie alleen wel nu, ik heb het verkeerde binnenkantje gebruikt. Toch vind ik deze kleine wel mooier. Op deze kaart. Kijk, dit is de grotere, dat is de kleine. Dus ik heb de kleine gebruikt met een grote bloem. Nou, en dan had ik nog wat hobby dots. Leek het me leuk om toch nog een paar kleine accentjes te doen. Ik wou eerst een parelpen pakken, maar dit is de violet kleur. Nou, violet en paars lijkt mij heel goed samen te gaan. Dus die, we gaan eens even kijken. Ja, kijk, dit maakt hem eventjes helemaal af. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien op camera. Het is net de finishing touch. Het is gewoon op elke hobby dot zit bijna wel puntjes. Dit is niet de kleinste en ook niet de grootste. Dus dan weet je even waar je welke ik gebruik. Nou, die zit net onder het blad. Hoeft eigenlijk niet, maar ik doe hem toch. Even zien. En daar zit dan een kleintje. Die doen we. Of doen we dan de grote? Nee, de grote, gewoon dezelfde die we. Oh, pardon. Sorry dat jullie alle kanten op gaan. Kijk, dat moet dan een kleintje. Dus dat is de kleine. Dat zijn de vervelende. Die springen alle kanten op. Maar dat maakt niet uit. Mijn stem is ook een beetje aan het veranderen weer. We zijn weer allemaal verkouden aan het worden. Ilke, die is het alweer bijna niet meer, geloof ik.
Het was echt maar een hele korte verkoudheid dit keer. Dus ik hoop dat ik het ook... Bij mij begint het, dus wie weet... ben ik er ook zo klaar mee. Dus als er donderdag niet gelijk een filmpje online is, dan weten jullie even hoe dat komt. Dat komt omdat ik dan waarschijnlijk strontverkouden ben. Strontverkouden zeggen we dan. Zo. Het geeft hem net eventjes een beetje extra. Ik weet niet of het goed te zien is op camera, maar dat... ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Wat zien jullie dan wel op de foto's? Kijken of ik dan hier nog weer een stipje op wil. Ja, dat vind ik ook wel weer heel leuk. Eventjes goed. Kijk, omdat het nog niet droog is, kan ik het nog niet indrukken. Dus ik moet even heel moeilijk doen om hem eraf te... Normaal dan druk je erop. En nou moet hij nog in het midden. Geduld is een schone zaak. Zo. Goed. Ik heb hem weer opbenaald. Dat wou ik eigenlijk niet. Normaal kan je gewoon drukken. Dus dan is het echt niet, niet zo moeilijk als dat het nu is. Oh, wacht. Ik kan ook eventjes die optillen. Pak ik die even. Oh. Vliegt hij er weg. Hebben jullie hem gezien waar hij naartoe ging? Hij is ergens. Nou, die vind ik later wel weer. Dan zit hij weer op mijn... Oh, het is soms wel. Zo, ja, dus. Nee. Die andere gingen echt perfect. En deze is gewoon eventjes vervelend. Terwijl ik nu weer een nieuwe heb. Dus die zou niet zo vervelend mogen zijn. Maar hij zit er... Oeh, zat er niet meer op. Ik druk hem even goed aan. Zo, nou zit hij er echt op hoor. En dan pak ik hem weer op het middelpunt. Kijk nou, nou is het helemaal klaar. Hé, gelukkig. Oh, hier, daar is de andere. Er zat even een stukje groen op. Ik denk dat hij zo af is. Ja, dan zou ik dus hier de tekst doen. En verder is hij klaar. Dus dat was even een, eigenlijk best wel een snelle kaart van mij doen. Maar ik had alles goed voorbereid, dus dan scheelt het ook de helft alweer. Dus ik hoop dat je hem leuk vindt. En er komen nog andere creaties aan. Ik heb deze bijvoorbeeld ook klaar liggen. Daar moet ik nog iets mee gaan bedenken, maar ik vond het heel mooi hierop. Toen dacht ik zelf eerst iets met roze, maar ik vind dat wel weer heel heftig. Maar wie weet wat er uit mijn handen gaat komen. Voor nu is het deze. En ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. En nou, wie weet heb je zelf ook nu inspiratie opgedaan en wil je mee aan de slag. Ik heb hieronder in de omschrijving een link naar mijn webshop. En in die webshop kun je deze artikelen kopen. En dan, ja, dan pak ik het dus met liefde in en dan wordt het naar jou verstuurd. Dus bedankt voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.